Goedemorgen, het is 11:15. We hebben het niet gered om vroeg op te staan. Ik had gewoon echt geen zin. Ik was moe en Stefan ook niet. We hebben nu met mijn ouders en mijn broertje afgesproken om samen naar het Lama Island te gaan. Om daar lekker te gaan zwemmen, lekker eten. Voor mij en mijn broertjes verjaardag. Gewoon een lekker relaxte verjaardag. Nadine die belde vannacht ook om 11:15 met mijn nichtjes. Echt super, super leuk om hen te zien. Ik was toevallig net een uur daarvoor schoolfoto's van mijn nichtjes aan het kijken. Ik dacht, ik mis hem. En toen belden ze net, dus dat was echt yay. We gaan nu snel even douchen, eten en op pad. Voordat we weggaan, laat ik je nog heel even zien wat ik aan heb. Ik heb een regenboogshirt in pastelkleuren aan met turn up, want het is mijn verjaardag, dus we're gonna turn it up. En een short een beetje in dezelfde kleuren. Het is een spijkershort, wit spijker met daarop geverfd. En eigenlijk zou ik hier een riem bij aan willen, maar die kan ik niet vinden in alle rotzooi die onze hotelkamer heet. En dan heb ik deze slippers eronder. Die lopen super lekker en we gaan gewoon naar het strand toe. Eigenlijk denk ik dat deze schoenen veel leuker staan bij deze outfit met sokken erin. Maar dat ga ik natuurlijk niet naar het strand aantrekken. Dus dit is mijn outfit voor mijn 31ste verjaardag. Yay! Oh my god, we zijn gewoon op tijd! Naar aanleiding van een tip in de comments heb ik mijn klok op de telefoon een kwartier vooruit gezet. En toen we weg wilden gaan dacht ik, oh my god, het is zeker 5 over. En toen zei Stefan ineens, ja, je hebt nog 5 minuten. Ik dacht, hoe kan dat? De klok staat vooruit. We zijn gewoon op tijd, het werkt. Maar weet je wat dan wel het nadeel is? Gaan mensen gewoon verwachten dat je op tijd gaat komen voortaan, hè? Lekker slapen. Ja. Is dat nou een zegen of een vloek? Oh ja, we gaan trouwens mijn broertje pranken. Door te zeggen, hey, doe lekker rustig aan, we trekken nu uit het hotel. Want hij is de enige die nodig is. Kijk wat hij gaat zeggen. Lol, dit is wat Stefan heeft gestuurd. Jullie zijn beter in wachten dan wij en op tijd komen. Dus doe maar rustig aan, we rennen nu het hotel uit. Kijk de tijd, we moesten hier om 14:45 zijn. Mijn broertje geloofde het echt. Stuurt, ja, dat bericht is een beetje te laat. Toen zei Stefan, om me maar niet al te boos te maken, we staan onder bij A. Nou, cheeky bastards. Wat was je eerste reactie toen je dat berichtje van Stefan kreeg? Oh my god, hier gaan we. Bastards. Wauw. Niche heeft ons ook voor de gek gehouden hoor. Gewoon 3 kwartier eerder gezegd dan voordat de ferry vertrekt. En hoe voel je je nu? Ik weet je, die messen in mijn rug beginnen best wel veel te worden en zo. OMG, flapjacks. De laatste keer dat ik in Londen was, in november uit mijn hoofd, heb ik dus flapjacks ontdekt. Ik kan dit 100% clean maken en dat ga ik ook zeker doen wanneer ik weer in Nederland ben. Maar voor nu neem ik even genoegen met een niet clean versie. Met de ferry naar Lama Island. Nu al helemaal in de vakantiestemming. We zaten net allemaal reviews van films te checken, omdat Nies Cabin in the Woods nog niet heeft gezien. En we gingen even kijken wat 50 Shades of Grey krijgt op Rotten Tomatoes. Die verzamelt dus ook allemaal reviews van andere criticasters. En er zit 1 review tussen, 50 Shades of Beige. Nou, ik vind dat precies de juiste omschrijving voor die film. Het is echt 50 Shades of Beige. Nisha trouwens nog echt een briljante ervaring in de bioscoop met een film. Nisha, vertel even je verhaal, dat is echt te grappig voor woorden. Wacht. Nou, ik werkte dus bij Randstad en ze haalden me vanuit Hongkong naar Singapore, want daar is het regionale kantoor. En al mijn collega's zijn vrouwen. In die week bellen zij mij op en ze zeggen van nou, we hebben een groepsuitje, wil je mee? We gaan eten en een film kijken. Ik zeg ja, cool. Zegt ze, weet je het zeker? Ik zeg ja, ik vind alle films leuk, al het eten is prima. Ik kom daaraan donderdag, gaan we lekker eten, Koreaans, heel chill. Alles helemaal top, we gaan naar de bios. En dit is dus met onze directeuren, allemaal vrouwen. We gaan naar de bios en het is Magic Mike. Ik dacht,
cadeautjes, cadeautjes van papa en mama. Dus Ethos Heim. OMG, OMG. En dan wordt er weer iets. Oh, is het gebroken? Oh, lief. We hebben een hele chocoladereepkaart. Oh, dat geeft niet. We leggen het gewoon in de koelkast. Komt wel goed. Ja. Nee. Ah ja, die is geel. Ja. Zo lief. Het is een puzzel eigenlijk. Ja, kijk ook in het Russisch en Indonesisch niet. Staat erop. Ja, vet cool. In alle talen. Alle talen. Oh, wat leuk. Dit is echt heel cool. Super lief. Dankjewel, Pama. Ik heb trouwens een super apart drankje. Ik vind het lekker. Mijn broertje vindt het niet lekker. Stefan vindt het 100% niet lekker. Het is ingelegde citroen. Met zout dus waarschijnlijk. En dat stoppen ze dus in water. En dan moet je hem een beetje net als een gewoon citroentje, zeg maar, een beetje blenden. En squishen. En dan wordt het een beetje, ja, een soort van zoetzout citroenwater. Ik vind het heel lekker. Stefan heeft lumpiaatjes besteld. Niche heeft gefrituurde kip. Ik heb tofu rollen met groenten daarin. Super lekker ziet eruit. Oeh. Is dat van jou, schat? Ja. Ja, is van Stefan. Beef en nog meer gebakken aubergine. Gebakken schapenvlees van mijn moeder. In Azië is het trouwens heel gebruikelijk dat je heel veel borden met eten bestelt. En dat iedereen dan gewoon samen van alle borden eet. Het share dining, zoals we dat ook in het Westen kennen. Alleen hier krijg je zoveel grotere porties. In het Westen zou je bijvoorbeeld maar 3 lumpiaatjes misschien krijgen. En hier krijg je gewoon 8 of 9. Heel lekker. Ik was net aan mijn ouders in Nice en Stefan aan het uitleggen hoe ik dus in Azië, als mensen geen Engels spreken, uitleg dat ik vegetarisch ben. Dan zeg ik dus, dit is hun teken voor no. No oink oink, no moe, no tok tok. En dan wijs ik een visje aan en zeg ik dat is wel oké. En nog gebakken noedels met groenten voor Stefan. Oké, dit is wel echt belachelijk veel eten. We gaan dit gewoon meenemen en dan vanavond op het strand picknicken of zo ermee. Dat is echt heel veel. We zijn nu even aan het wandelen op Lama Eiland. Kijk hoe schattig deze muurschildering is. Wauw. Super schattig. En we gaan nu richting het strand. Het is echt een hippie eiland waar toch ook heel veel westerlingen zijn komen wonen. Omdat het zo relaxed is. En heel veel mensen fietsen hier ook. Je hoort overal de vogeltjes fluiten. Het is echt heel relaxed. We zijn bij het strand. Oh jammer, het is al app. En we zijn natuurlijk weer veel te laat om te gaan zwemmen. Het is nu denk ik 6:30. Het water is vrij lekker, moet ik zeggen. Het is koud, maar als het zo warm is als overdag, dan is het heerlijk om hierin af te koelen. Moet het wel vloed zijn, anders zit je zo met die stenen. Ik heb cream soda besteld en dit moet ik echt 1 keer in zoveel tijd drinken. Het smaakt naar snoep. Snoep frisdrank. Het is zo lekker. Ik raad je zeker aan om in ieder geval 1 keer uit te proberen. En nog een New York cheesecake. Birthday cake. We gaan weer terug naar Hong Kong Island. Kijk hoe grappig ze hun fietsen hier trouwens stallen. Gewoon over de reling. Ik pleit voor deze wijze van het stallen van fietsen in Amsterdam. Scheelt ruimte, want soms als je de fietser tegenaan zet, dan pak je eigenlijk heel veel ruimte mee. Briljante oplossing. We zijn weer in Hong Kong Island.
loop daar niet zo'n tour, ga gewoon naar Lama Island en kom daar zonsondergang terug. Heb je hetzelfde. Wow, Nies heeft ons naar een terras meegenomen in de haven. Vet cool. Ze hebben hier trouwens een Hong Kong Eye naar het model van de London Eye. Dat is hier. En dan... Wauw. De anderen zijn allemaal afgehaakt, maar Stefan en ik zijn nog even naar de Temple Street Market gegaan omdat we ook nog even willen eten. Maar dit is meer een markt voor elektronica en dat soort dingen. Ook heel leuk om te zien. En ze hebben hier ook de Jade Market waar je allemaal spulletjes van jade kan kopen. Nog heel even thuis eten voordat we terug gaan. Stefan heeft pad thai en ik heb dronken noedels met seafood. Ziet er heel interessant uit. En we sluiten de dag natuurlijk af met een lekker toetje. Oh, ik heb echt al 48 uur geen fatsoenlijk internet. En we hadden net een McDonald's gevonden. Maar hij wilde niet verbinden. En toen had ik eindelijk wifi. En toen kwamen al die berichtjes heel langzaam binnen. Ik vind het vet leuk. Want ik zag allemaal felicitaties ook op Instagram en zo. En op WhatsApp en op Facebook. Maar ik kan niks doen. Als je me gefeliciteerd hebt, echt... Dikke knuffel, dankjewel. Wij zijn weer terug op de kamer en Stefan zijn benen zijn helemaal lek gestoken door muggen. Hij heeft er echt hartstikke veel. Ik heb er eentje onder mijn voet. En als ik je meteen een tip mag geven, als je op reis gaat in een gebied met muggen, neem dan iets van menthololie mee. Dus tijgerbalsem of dit is een soort van aromatherapieolie wat ik in Indonesië heb gekocht. Dit erop smeren, dan koelt het af en dan jeukt het veel minder. Stefan heeft geregeld dat we morgen om 5 uur mogen uitchecken. Dat ze heel relaxed kunnen we tenminste uitslapen en morgen al rustig alle spulletjes inpakken. Dus ja, ik ga nu de vlog afsluiten. Dankjewel voor het kijken. Vind je deze vlogs leuk? Dan kan je hiernaast kan je nog meer afleveringen zien. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan hieronder. Want dan krijg je alle andere afleveringen automatisch binnen en hoef je daar niet verder naar om te kijken. Ben je al geabonneerd? Dankjewel, superleuk dat je mijn vlogs kijkt. Welterusten en ik zie jullie morgen weer.